verdienen. Iemand voor de kost. Moet kutwerk doen. Hi meisje. Hoe heb je hem geformateerd? Ja, weet ik toch niet. Oeh, ik word er zo boos van. Echt? Ja, dat is Roos een actie. Ja, ik mag gelukkig naar binnen. Betaald. Oh, wauw. Ja, en telefoon is belangrijker, hè, schat? Met sekshuis. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. En Laura is in de house. Yay. Alleen is het een beetje donker, maar dat maakt niet uit. Het is vandaag dinsdag 30 augustus 2022. En het is nu 10:10 in de ochtend. Ja, en ik ga jullie wat laten zien. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk, dit bakje konden jullie al, want deze had ik al een keertje geunboxed. Ik heb dus nou deze. Ja, en deze moet zometeen weer daarin. Ja. Ik ga eventjes een beetje proberen uit te leggen hoe we dit gaan doen. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, blijf even kijken, want ik ga jullie gewoon even omdraaien. Ja. En ik ga jullie even ergens op de neer zetten, zodat ik dingen even kan vertellen. Ja, hoe spannend. Nou, ik ga deze sowieso even openmaken. Ja. Want anders kan ik dus namelijk niks meer beginnen. En ik heb een beetje te veel tegelucht. Zo, hartstikke fijn. Deze ga ik even openmaken. Helemaal goed. Ja. Dit is namelijk een harde schijf, jongens. Ja. Dan heb ik hier allemaal kabeltjes. Ik heb hier een plakpliertjes. Nou, die is in principe niet nodig voor mij. Helemaal nergens voor nodig voor mij. Ik heb deze. Nou, hier hebben we dus allemaal pluggetjes, dingetjes. Ik zit mezelf heel raar te filmen. Dat weet ik wel. Ik doe het even zo. Kijk, dit is beter. Kijk, hier hebben we dus allemaal. Kijk, dat is mooi. Ik heb hier een kabeltje. Die gaan we even openmaken. Yes. En we even losmaken. Ik zit ook met mijn batterij, want mijn camera moet opgeladen worden. Oké. Deze is gewoon heel simpel. Deze gaan we hierin doen. Aansluiten, even kijken. Nou, kijk, dit moet dus, kijk. Hallo, scherp. Kijk, inderdaad. En deze. Dus dit moet zo erin. Zo, die zit. Ja, dat is check. Auw. Nou, deze kan weg, deze kan weg. Die kan zo meteen weer weg. Kan Lara lekker weggooien. Grappig. En je kan ervoor kiezen om hem dus via de netstroom te doen. Ja, ik weet niet of ik nog ergens een stroompunt heb. Nee, dus eigenlijk zou ik hem dan via de USB moeten doen. Ja, ook niet heel erg. Maar dan moet deze dus, dan moet ik deze dus even op mijn PC-kast neerzetten. En dan moet ik dus deze hier zo erin zetten. Zo. En dan moet ik deze dus achteraan op mijn kast doen. En dan kan ik dus hier heel veel dingen op opslaan. Dus dat ga ik dus nu even doen. Want anders kan ik niks meer beginnen met mijn PC en met editen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Kijk, Laura is lekker aan het werk. Ja. Geld verdienen. Iemand voor de kost. Moet het kutwerk doen. Hi meisje. Hi. Hi. Zo, even Laura even achtervolgen. Dat is leuk. Maar je vindt het wel leuk werken bij mij, schat? Ja, zeker, schat.
Zeker, schat. Of nog zeg je dat nou omdat die camera erop staat? Ja, eigenlijk wel. Nee, maar dat zou wel erg zijn, hè? Ja, echt, hè? Jij weet niet wat er door mijn hoofd speelt. Nee, echt, hè? Nee, dat weet ik inderdaad ook niet, nee. Nee, dat weet ik inderdaad ook niet. Maar ik weet wel, en dat Laura het hier lekker en aan de zin heeft. Jezus, kun je ook niet meer mee doodgooien. Wat? Ja, nou ja, en dat vinden ze lekker. Ja, zie je het? Je hebt lekker allemaal opgegeten, mijn thuis. En anders hebben we de en de meeuwen wel, hoor. Lekkere meisje. Ga weg. Ik zou jou eens arresteren, jonge dame. Er zit ook echt water in. Ja, joh, tuurlijk. Er zit er echt water in. Zal ik even op je auto spuiten dan? Dat maar laat. Hé, kind. En er staat namelijk een camera op je gericht, hè? Dat weet je. Dat doe je wel van de goede kant. Oh, wauw. Wauw, wauw, wauw. Nee, ik irriteer me nou zo, mensen. Echt. Ergens waar ik niet tegen kan, is dat ik iets heb. Zoals wat ik jullie net heb laten zien. En het wil niet wat ik wil. Dus ik heb Ro aan de telefoon. Oeh, ik kan daar zo slecht tegen. Dat het niet wil wat ik wil. Want mijn schijf is vol en ik wil beelden op mijn computer zetten. Maar dat wil niet, want mijn D is te vol. En ik wil dat ding hier, dit dingetje, wil ik dus namelijk aan de praat krijgen. Maar dat wilde hij niet, want hij leest hem niet. Oeh, en dan vraagt Ro van, hoe heb je hem en geformateerd? Ja, weet ik toch niet. Oeh, ik word er zo boos van. Ik word er zo kriegelig van. Oeh, ik kan er zo niet tegen. Gewoon niet. Gaat zij lopen juichen, hoor. Kut vijf. Ben je ook een sadist ook, hè? Ja, lach maar jij. Lach maar. Lach maar jij. Het huis is te klein. Ik ga denk ik even de deuren opengooien. Ja, echt, hè? Met je leuke lachje. Kom je er ook weer op met je lachje? Het is echt verschrikkelijk, hè? Nee, waarom? Waarom vind je dat nou weer verschrikkelijk? Ja, dat is leuk. Handig, hè? Niet betreden voor de nee, schaam, precies. Nee, voor ik ze heb gepoetst. Dat is handig, hè? Ja, dat is weer Ro. Dat is weer Ro's een actie. Echt? Ja, dat is Ro's een actie. Ja, ik mag gelukkig naar binnen. Mijn tanden. Oh, wauw. Dat is weer Laura, jongens. Ja. Dat is Laura. Ja. Ja, en telefoon is belangrijker, hè, schat? Met sekshuis Lex, met Lex zelf. Nou, jongens, ik ga jullie even opladen. Ja, want ik ga wachten op Ro en ik ga jullie even opladen. Helemaal goed.
Ja, ik kon even onderweg niet filmen, want mijn auto is gewoon raar bezig. Omdat het gaat, ben ik blij als het vrijdag is en dat die wordt gemaakt. En als hij zo blijft doen, dan ga ik met Ro overleggen of ik een andere auto kan. Want dit is, schiet gewoon niet op. Hij wil de Bluetooth niet verbinden. Hij ziet de borden niet. Mijn scherm is gewoon donker. Ik kan weer niet via mijn stuur de radio bedienen. Helemaal niks. Niks doet het. Dus dit is al de tweede keer. En ik heb ook al zelf bedacht van, wordt dit een derde keer? Dan ga ik echt kijken voor een andere auto. Want dit is niet te doen. Dus ik ga wel weer kijken voor eventueel een andere auto. Of een Seat of inderdaad een Audi. Maar dan moet ik even kijken. Maar dan wel inderdaad mijn hogere instap. Want dit wordt het niet. Nee. Nee. Als je zo blijft doen, is dat niet fijn. Nee. Maar oké, ik ga wel weer even bij deze de vlog afsluiten. Het is een hele korte vlog. Ik weet het, jongens. Maar ik heb even privé dingen te doen. Dus dat gaat ook even voor. Dus bij deze wil ik jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Samen met Laura er weer in. Ik zou zeggen, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. Doe het belletje aan en laat dan even tevens gelijk een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.